We vieren vannacht eigenlijk de nacht van de verpleging. Morgen is het de dag van de verpleging. En we hebben er dit jaar voor gekozen om daar wat uitgebreider bij stil te staan. Bij het bijzondere beroep van verpleegkundigen. En dat bijzondere vak, dat verdient op zijn minst één dag in het jaar wel in het zonnetje gezet te worden. Zo meteen, dat hierachter is een welkom voor iedereen. Want we gaan zo meteen beginnen met De Zorg Draait Door. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze allereerste editie van De Zorg Draait Door. In een soort De Wereld Draait Door concept. Mijn naam is Matthijs van Nieuwkerk. Rudy van Beurden. Met allemaal leuke gastsprekers die werkzaam zijn in de zorg of de zorg zelf hebben ervaren, zeg maar. Hugo, laten we met jou beginnen. Hoe zit je erbij, jongen? Prima, dankjewel. Ja? Ja, we hebben eerst beginnen we met mannen in de zorg. Dat hebben we eigenlijk gekozen omdat verpleegkundigen zijn een veel stoerder beroep is eigenlijk dan veel mensen denken. Ook veel technischer dan veel mensen denken dat het is. Voorheen had je ook een outfit aan, maar die was totaal anders. Zoals we hier zien, want dit ben jij ook. Ja, er zijn heel weinig mannen in de zorg. Die zijn ver in de minderheid. Eigenlijk is dat best wel jammer, want ik denk dat mannen ook hele goede verplegers zijn. Af en toe heb je wel pittige dingen op de afdeling. Ja. Het is zeker geen slap vrouwenberoep. Helemaal niet. Nou, het doel is om, wat ik net al zei, echt de waardering te laten zien. Dus zij voegen eigenlijk iedere dag iets bijzonders toe in het leven van hele zieke mensen, hele kwetsbare mensen. Mensen met veel verdriet, mensen die iets heel moois meemaken. En op dat soort momenten mag jij er als verpleegkundige zijn. En kun je al je vakkennis gebruiken om mee te helpen die patiënten weer op weg te brengen. René, jij bent patiënt geweest hier in het ziekenhuis. Matthijs, nabestaande. Ik had nog maar een heel, eigenlijk heel korte leven. En wonderlijk genoeg zit ik hier. Ja. Ja, en echt als heel dankbaar patiënt. We gaan naar mijn andere buurman, Matthijs. Jij bent een paar jaar geleden in contact gekomen met het ziekenhuis. Kun je daar kort iets over vertellen, wat jouw verhaal is? 3 jaar geleden werd mijn dochter Mila geboren met ernstige zuurstofproblemen. En wat volgde waren eigenlijk 4 weken vol onmacht, ellende en spanning. Ja, we hebben heel veel meegemaakt in die 4 weken tijd met verpleegkundigen, met artsen. Ja, uiteindelijk heeft het niet mogen baten. Ik vind wel dat het bekend mag worden dat wat zij allemaal voor ons betekenen. Op het moment dat de nood het hoogst is, dan zijn altijd die mensen daar op die gesloten afdelingen, 4 hoog in het ziekenhuis, weggestopt achter gesloten deuren. Zijn het die mensen die 24 uur per dag voor onze kinderen zorgen?